Jullie hebben net die mooie vlinders gezien. En vandaag gaan we een vlinder maken met twee handen tegelijk tekenen. Want we gaan spiegelen proberen. En spiegelen betekent eigenlijk zoveel als dat alles wat links gebeurt, rechts ook gebeurt. Dus eigenlijk zo. Of zo. Of zo. Dus we gaan met twee handen tegelijk tekenen en dan gaan we een mooie vlinder maken. Omdat vlinders ook gespiegeld zijn. Dus dan leer je dat begrip. Vorige keer hadden we diagonaal, horizontaal, verticaal gedaan. En de basisvormen. Nou, sommige basisvormen zoals de cirkel en zo. En de ovaal, die komen vandaag ook weer terug. En dus we gaan eerst even kijken wat we nodig hebben vandaag. Twee potloden per persoon. Twee. Een stukje papier. Hoe groot of klein? Ja, groot is wel lekker. Als je groot papier hebt, is het wel fijn om daarmee te werken. Een penseel. Een penseel is dus geen kwast. Een penseel heeft zachte haren, hele zachte. Matte haren. En een doosje aquarelverf. Nou, op school hebben we deze dozen staan. Er zitten twee lagen in, dus lekker veel kleuren. Daar ga ik straks wat over uitleggen. We gaan eerst de tekening maken. Je doet eerst je blaadje dubbelvouwen, precies in het midden. Die is niet helemaal recht, maar dat maakt niet uit. In het midden een lijn. Dan krijg je een verticale lijn. En dan in ieder hand een potlood. En dat is best wel lastig, maar ook wel leuk om te doen. Een vlinder heeft... Je kan even een plaatje erbij pakken misschien van de vlinder of de juf. Of meestal kan de een op smartboard zetten. Een hoofd. Eigenlijk een soort van cirkel. En dan zie je gelijk al dat ik rechts sterker ben dan links. Inzoomen. Een ovalig lijf. En twee vleugels. Oh, als je helemaal losgelaten hebt is het lastig. En dat hoeft natuurlijk niet precies hetzelfde te zijn, maar zoiets als dit. Soms zit er zo'n puntje onderaan. Zo. En nu ga ik mijn tekening op de vleugels maken. Proberen. Moet ik ook echt zo naar links en naar rechts kijken af en toe met mijn ogen. Ik ga twee voelsprieten maken. En twee grote ogen erop zetten. Een cirkel erop. Het zijn van die ogen er. En vaak zijn ze ook niet precies hetzelfde. Nou, het gaat lukt aardig. Dit kan je gewoon trainen ook. Hè? Dus als je denkt van nou, ik... Het is ook niet erg als het niet lukt. Dan heb ik hier nog een soort van ovaal. Met zo'n oog erin. Dat vind ik wel aardig. Nou, dit is mijn tekening van mijn vlinder. En ik vind het nog niet zo slecht gelukt. Ik hoop dat het bij jullie ook lukt. Het is een goede training voor je hersenen ook, dit. We gaan een penseel pakken. En een pot met water. En dan ga ik hem inkleuren. Die aquarelverf die moet je eigenlijk een beetje als oogschaduw zo aaien. Als je veel water gebruikt, is de kleur donkerder. En gebruik je weinig of veel water, is het lichter. En als je weinig water gebruikt, is het donkerder. Dus ik ga zo. Over het algemeen mag je best wel lekker veel water gebruiken. Je kunt ook stukjes wit laten. Dat geeft ook altijd wel een aardig effect. Want je kan met aquarelverf best wel heel veel verschillende dingen doen. Ik ga even iets laten zien. Als ik het papier met alleen water nat maak. Bijvoorbeeld. Ik zal de onderste vleugel even doen. Als ik alleen de onderste vleugel nat maak. Dus alleen water gebruik. En dan zo om die cirkel heen. En dan ga ik er een kleurtje in zetten. Bijvoorbeeld rood. Dan zie je dat het rood gelijk uit gaat lopen. Zag je dat? Het rood erin zetten zo. En
En dan ga ik hier... neem ik geel. Voor de bovenkant van die vleugel. En wat er dan gebeurt is dat hij in dat rood gaat lopen. Zie je dat? Dat geeft al wel een bijzonder effect. En zo mag je je hele vlinder inkleuren. Als je tevreden bent met je kleuren, dan kan je met een zwarte stift of fijnlijder die lijnen die je getekend hebt nog even overtrekken. En dat hoeft dan, het is ook niet erg, het geeft een beetje wat kunstzinnig effect als het niet helemaal strak binnen de lijntjes is. Dus ik ga gewoon heel erg zo even snel dat overtrekken. En zelfs is het wel grappig als er meerdere lijnen te zien zijn. Zo. Het is wel belangrijk. Nog een lijn omheen. Het is wel belangrijk dat je verf, zeg maar, goed droog is. Je ziet hier dat hij een beetje uit gaat lopen, omdat het eigenlijk nog een beetje nat is. Omdat ik te snel wil werken. We hebben nog geen les gehad over arceren. Die gaan we nog krijgen. Maar je kan hier al wel vast wat arcering aanbrengen. Dat wil zeggen dat je wat lijntjes extra, zeg maar, erin zet. Bijvoorbeeld in het lijf zou je bijvoorbeeld van die lijnen kunnen zetten. Ja, of misschien vind je het inderdaad leuk als er wat extra lijnen om je vlekken heen lopen. Mag je een beetje creatief mee aan de slag. Ik ga je nog één trucje laten zien, waarvan ik weet dat jullie het allemaal heel leuk vinden. Ik dek mijn vlinder een klein beetje af. Want ik wil niet overal spetters hebben. Dus ik kan gewoon een papiertje pakken. Neem veel water. Dus misschien wel 2 of 3 keer water. En flink roeren. Zo. Zachtjes. En dan tik ik zo met mijn hand. Op mijn pols eigenlijk. Uitkijken dat niet iedereen vies wordt. En dan krijg ik van die mooie spetters op mijn... Vlinder mag gewoon een beetje erop, is niet zo erg. Niet te veel. Nou, dat is mijn kunstwerk. Ik hoop dat die van jullie net zo mooi geworden is. En we hebben weer veel geleerd, hè? Het ovaal, de cirkels en het spiegelen. En volgende keer gaan we weer wat anders leren. Tot de volgende keer. Doei!